dat je deze week kijkt naar de weekvlog. Wat heb jij gedaan deze week? Ik heb bij Chantal aan de les gereden. Ja, dat is even anders. En bij Ilse. En moeder heeft bij Ferrans in de les gereden. Want ik ga namelijk zondag meedoen met een springwedstrijd. Alleen ik wist niet dat het 80 centimeter was. En er waren wel meer dingetjes waar ik eigenlijk geen rekening mee gehouden had. Maar dat geeft niet. Ik ga het gewoon doen. Dus dat kan je volgende week zien. Maar nu kan je in ieder geval kijken naar de les met Fer en... mijn lessen. Ja, en dat ik wel buiten aan het zetten ben en meer van dat soort dingetjes. Ja. Dus dat kunnen jullie nu zien. Zaterdag. En vandaag is Donna maar op Evita gezet. Kleintjes mogen altijd op de grond. En Tata mag op Quickie. Ik weet niet of ze... Vind je het nou leuk op Quickie? Ja. Oh ja, ze vindt het leuk. Ik vind het irritant. Wat is irritant? Ik vind dat ik die beker erop probeer te doen. Oh. Zo, ik moet eentje met de beker. Oké. Ja, dat wil ik doen. Ik moet aan het werk. Oh, het wordt voor me gedaan. Je neusriem zit niet goed. Jezus, mama. Nou, ik zei het al. Ja, maar ik zit op het trapje gedaan. Dat kan niet, hè. Het is wel een prinsesje aan het worden, hè. Kun je even mijn uitstapdek afdoen? Oh. Zo. Nou, kunnen ze weer aan de slag. Dank u, Karianne. Zo, we hebben licht. Nou ja, aan één kant. Een beetje. Niet wel. Wel. Misschien. Oh, daar is Tess. In donker. Daar gaat ze. Vanavond is Halloween. Dus we zullen zien hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen en ontvouwen. Gelukkig zit ik in de groep, tenminste Tess zit in de groep, tot 11 jaar. Want anders kom je bij haar terecht. En kan je vertellen, ik weet niet of dat dan succesvol is. Het doet me een beetje denken aan, hoe heet dat spelletje ook weer? Een soort trefbal? Oh, ik zou nog niet wat er tegen. Hoe is het mogelijk? Zijn jullie zo snel? Ze staan wel mooi opgesteld ineens. Nou, daar gaat ze weer. Dat is toch een leuke ponyles. Ik wil ook ponyles. Ja, vind ik echt leuk. Nou, die test die durft wel hoor. Ja. En Bel die vindt het volgens mij ook wel leuk. Ik ben nog nooit met Tess. Ik ben nog mooi. Video's. Oh jee. Ik hallo Tess, ben je aan het doen? Ik ben nog mooi. Ik ben aan het knutselen. Ja, het ziet er nogal beroerd uit. En wat ga je maken? Een spin. Wat dan? Ik ben ook van een lampion. Ze gaat een spin maken voor een lampion. Ik moet een beetje licht hebben, wacht even. Ja, beter. Wat ga je maken? Wat ga je maken? Spinnen. Lampion. Nou, kijk, hier kan je precies zien hoe groot dat gat moet zijn, tante Truusje. Hij moet groter zijn. Ja. Tess, nog een keer. Wat ben jij aan het doen? Ik ben een spin aan het maken. Ongeveer zo. En laat even zien hoe je eruit ziet. Joehoe. Hallo. Oh, heerlijk. En ook haar t-shirt. En hier hebben we Donnatje. Hij gaat. Je bent lukt het mee spin. Het moet dat gaatje zijn. Maar... Oh, de shirt. Wat, welke shirt van? Tessa. Oh, de shirt. Sla me niet of je ziet er zo uit. Eeuw. Sla me niet of je ziet er zo uit. Ja, dat ja. En onze, waar is vader? Vader is weg. Ja, vader komt zo. Kijk, en hier hebben we Kim. Die ziet er zo uit. Ik ben verkleed als pennymeisje. Verkleed als pennymeisje. Kan je even je ensemble laten zien dan alsjeblieft? Ja, dat is van je. Goed, ze is weer erg mee werken. En hier hebben we Vaatje. Hallo. Dat zie je er prachtig uit, Va. Echt. Ik denk dat je dat elke dag moet doen zo. Ik kan niet lachen. Waarom niet? Gaat
gaat alleen deze kant omhoog. Maar vaar gaat straks met de oude meiden meedoen, hè? Nee. Nee, zegt vaar. Het is wel heel gaaf gedaan. Vandaag heb ik een keer een... wedstrijd! Groen! Een wedstrijd. En een wedstrijd, ja. Voor het eerst sinds dat ons vroontje geopereerd is, gaan we weer een wedstrijdje rijden. Ja. Proefje 5 en 6 in de B. Ja, en Tessa... ja, Tessa heeft me keurig aangekleed en we zijn zo op tijd klaar dat we 10 minuten over hebben. Dus te weinig tijd om even naar de kantine te gaan voor een kopje thee. En te veel tijd om te wachten. Maar goed, het is niet anders. We doen gewoon even chill. Ja. Tess gaat proberen de wedstrijd zo meteen te filmen met mijn telefoon. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En ja, ik heb er eigenlijk wel heel veel zin in. Tussen X en G, overgang arbeidsdraf. C, linkerhand. Tussen X en G, arbeidsdraf. C, linkerhand. H, K, rooklijn 5 meter. Het is zover. Het dekje moest in de was. Het kon niet anders. En ik had ook geen tijd om het gelijk te wassen. Dus ze heeft een ander kleurtje vandaag. Daar komt ze. Kijk eens wat een mooi kleurtje. Oh, een zweepje mag weg. Ziet er toch fantastisch uit dit. Daar gaat ze weer. Het is vandaag ineens een heel stuk frisser. Dus Bel die heeft het ook een stuk frisser. Maar ja, binnen zijn wedstrijden, en op zich, frisse neus, niks mis mee. Hoop fris in deze zin. Is lekker rijden. Het is vandaag zondag, ik heb net mijn proefje gereden. Tijdens van mijn proefje was ik in tranen uitgebarsten, omdat ik zo blij was en gelukkig was dat het met Verona weer goed gekomen is na de operatie. En dat we toch nog een proefje kunnen rijden, want menigeen die een coliekoperatie heeft, echt geen paard eruit terug die weer helemaal gezond en helemaal in orde is. Dus ik vond het geweldig. De jury werd er wel een beetje bang van. Ze zegt, alles gaat toch goed? Of alles is toch goed gegaan? Ik zei, ja, maar ze deed het weer. Ze is weer gezond. Dus ik was heel gelukkig. Zeker de goede? Ja. Oh. Ja. Tess is verbaasd. Ze zit in de goede van... Oh, nee. Wat? Nee. Nee. Nee, je bent gewisseld. Even terug. Even naar binnen stellen. We moeten iets naar binnen stellen, Tess. Ja, zo kan ik natuurlijk niet filmen of ze in de goede klop gaat. Nee. Ik ga even helpen. Goedemorgen, dinsdagmorgen. Vannacht heeft het gevroren. En wat ziet het er dan altijd weer mooi uit. Helaas zie je waarschijnlijk de mist niet heel erg. Maar er hangt ook nog mist over de weilanden heen. Rick, die blaast het even. Het voordeel van iemand die op het hbo zit, die heeft andere soorten tijden. Dus Rick gaat nu mee. Hallo Rick. Hallo. Wat als jullie van school komen, dan ga ik eens een keertje naar school. Meestal wel, ja. Nou, dat is wel gaaf. Of niet. Wat? Oh, zo zie je het misschien wel. Mooi hè. Zijn de paardjes even aan het buiten zetten? Het is vroeg, maar Verona moet medicijnen. Dus dan doen we dat gelijk buiten zetten ook maar. Het is nu toch zo mooi hè. We hebben net een ontdekking gedaan. Vertel, Kim. Verona eet geen gras, maar die verzamelt gras. Kijk, ik ga het je even laten zien wat ze doet. Ze zit allemaal zo in die wangzakken. Ze is namelijk geen paard. Ze is stiekem is het een hamster. Zie je dat? Allemaal die wangzakken in. Tess in de les. En, oh wonder, ze heeft een ander dekje. Dus die mag aan. Tada! De zalmrols is even ingewisseld. Vandaag is donderdag en dat betekent dat in de binnenbak gesprongen wordt en gewoon dressuurles is. En dat betekent dus dat wij in de regen moeten rijden. Dat betekent dus dat ik weet ik veel hoe lang op Tessa moet wachten. We hebben maar een uitstapdekentje erop gedaan. Anders worden we heel nat. Ik heb een regen, hoe noem je zoiets, waterdichte jas aan. En Veroon. Volgens mij boeit het er eigenlijk niet eens zo heel erg. Maar goed, we moeten dus in de spetter in de miezer in de niet zo lekker weer regen moeten we dus rijden. Dus nou, dat gaan we dan maar doen hè. Vrijdag. Een beetje winderig weer, dan staat de wind in de kop hè. Daar gaan ze met z'n tweeën. En nu
eens even rustig. Net moest de boel op stelte gezet worden. Ja, was dit het? Was het Blizzard? Nou, wel op Trooier genoeg van. Oké. Nou, toch niet. Ik dacht nog een beetje bewegen. Lekker hoor. Ja, yeah. Poepies. Ik heb zondag een springwedstrijd, 80 centimeter. Dus deze week is Tess even niet bij Ver in de les, maar ik, want 80 centimeter zeg maar. Hallo pony. Kijk, daar is Tessje. Dus Tessje die is even bij Chantal. Chantal in de les samen met ons belletje. Dat is dan toch wel fijner. Ja. Maar even niet bij Ver, want je moet even over 80 heen. We gaan maar proberen. Lastig, ons samen zo in beeld te krijgen. Zo. Ja, zo. Nou, veel plezier. Ja, kom voordat maar. Je erin gaat, dan neem ik Koen nog een keer door. En dan moet dat denk ik wel lukken. En, eerst een kwartier lang gewoon elke keer die route lopen? Ja. Oké. Als jij dat fijn vindt. Kijk, ik doe het in één keer omdat ik al natuurlijk 80 keer gedaan heb. Maar... Ja. Ja, precies dat. Kijk. Ik moet 80 springen. Maar ja, dat moet ik niet. Ik ga 80 springen. Ik heb net advies gehad van Ivan. Ivan is springruiter. Die doet dat met twee vingers ongeveer in zijn neus. En ik heb navigatie nodig om naar huis te komen. Dus ik kan je vertellen, het wordt een hele uitdaging. Ik heb dus de les van Tessa gejat, zodat ik nu even kan springen. Kijk, Ivan die gaat gewoon vandoor nu. Ik heb de les van Tessa gejat. Ja, ik heb de les van Tessa gejat. En dan ga ik nu een poging wagen bij Ver in de les. Kijk, dit moet ik springen zometeen. Dus wel lager hoor, ik moet iets hoger. Maar ik denk dat ik nu alvast begin met 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, oh, er is zelfs nog een 7. Ja. Oh. Ja, nou ja, ik ga het gewoon proberen. En anders dan vraag ik een app aan met navigatie voor parcouren. Zodat er gewoon in je oor geroepen wordt, linksaf, rechtsaf. Rechtdoor, nog 20 centimeter en dan bent u er, zoiets. Dan een oortje in, dan moet nog verder. Oh ja, maar dat mag natuurlijk niet tijdens de wedstrijd. Contact en dan je tempo gaan bepalen, tijd nemen. Altijd wel even opletten waar die startlijn is, dat je er niet overheen rijdt. Maar je hebt dus tijd om eerst voorbereid te zijn als je houding en als je contact en als het tempo maar op orde is voordat je aanrijdt. Dat is je eerste zekerheid die je jezelf aanmeet. En dan blijf je mooi, hè? Houding, elleboog, jouw steun, been mooi lang maken. Op de sprong niet te snel met het bovenlichaam mee voordat je hebt gevoeld dat hij afzet. En blijf voelen dat je kneed, dat je bij je paard blijft. Ook wel een beetje voelen dat ze je meeneemt naar die sprong. Zodat je overtuiging houdt. Er met andere woorden dus ook naartoe durven rijden. Oké, ze gaat een parcoursje springen. Van de vrijdagmiddagshow. Jee. Concentreren. Ritme is alles. Dus je balans, je tempo, je contact en dan ritme. Laat die hindernis naar je toe komen. In die aanrijlijn een keer uit die hand wel aangeven, hè, dat er iets aankomt. En dan blijf je kneden totdat je voelt dat die afzet komt bij jouw paard. Hou je ritme. Goed. En kijk naar je volgende sprong weg. Daar was je bovenlichaam mooi snel terug. Hier even kijken, aangeven. Opvangen. Rent hij zelf iets dicht. Kijk naar je volgende sprong. Hoho, hou je onderbeen bij. Goed gedaan. Inademen, uitademen. Kijk op je sprong. Onderbeen iets bij, dat je kracht houdt door je wending heen. En blijven zitten tellen, prima. 1, 2, 3, 4 en 1, 2. Perfect gedaan, Rebecca. Opvangen, ademhalen, tijd nemen. Even, je bent aan het trainen, dus die volte kan in. Heel goed gedaan. Dit heet... Ja, dus opnieuw aangalopeer. 5 hier, okser. 6 volgende. Want dit is. Ja, dit is. Dit is dat. Dit is 6. Ja, nee, dit is 6. Vanaf de. Die oranje. Vanaf de andere kant. Oh, wacht. Word je aan de rechterkant.
Maar nou kom je dus eigenlijk een beetje in de flow van het parcours. Iets dicht op hindernis 1, iets dicht op hindernis 2. Maar je bovenlichaam is terug. Dan helpen ze jou. Deze lijn naar 3. Nadat je vol te draaien, vind je niet erg. Was mooi gereden. En dan volg je op 4, volg op 2. Neemt zij je heel mooi mee. Ja. Maar dan komt er zoveel in jezelf adrenaline, want dan zit je in je parcours. Ja. Dus het is heel normaal dat je daar denkt, oké, even rust. Dat heet oefenen. Ja. Kijk, zondag moet je dus mee durven rijden in die flow. Ja. Maar wel nadenken, mijn houding, jouw houding, jouw balans is alles. Ja. Dat je nu even dan in kan ademen, uit kan ademen, dat is goed. Dus je galoppeert nu rechtsom aan. Maak je eerst bij C even een voltetje, dat je ook echt klaar bent voor hindernis 5. Zo, ga je die hoekslag volgen en dan om de oksel heen naar hindernis 5. Zo, ja. Hou je onderbeen mooi aan. Blijf kneden in je hand. Oeh. Oh. Brave meid. Opvangen. Ja, kneden. Eerst je tempo. Hop. Goed. Oké. Nog een keer. Nou, hier kom je dus, en dat doet het even als je dan weer stapt, dan ben je dus weer uit die flow van je parcours. Dus heb je net iets te weinig galop. Ja. En jij denkt eigenlijk, zij gaat groot af, ja. Maar dan moet je voor je grote afstand altijd meer overtuigen. Ja. Zij helpt jou door een krabbeltje bij en dan krijg jij dat je alleen maar omhoog wordt gegooid. Nou ja, dan op zo'n noodsprongetje is het zeker druk op die beugel houden en erbij blijven. Oké, maak je teugel iets korter. Knik, elleboog, onderarm. Dragend voor je uit. Blijf kneden. Nou, ietsjes meer gaan galopperen, Rebecca. En dan naar die oksel hier op 5, hè? Niet naar die zwarte kwaas. Dus ga die hoefslag op. En nou ga je kijken naar de oksel. Naar 5. Blijf galopperen. Blijf zitten en blijf kneden. 1, 2 en been. Ja, heel goed gedaan. Opvangen. Hoho, even daar je volte, want ik wil wel dat je naar die linker galop gaat. Doordraven, 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 dan blijf je een beetje meer in dat tempo. Goed zo, nou kijk je daar al wat naar die 6. Hou je onderbeen mooi op de plek. Bovenlichaam terug, dus voel zeker voor je sprong dat jij kan zitten. 1, 2, 3, perfect. Ja. Bedankt voor het kijken. Naar deze video. Ja. Vonden jullie het leuk? Ja, precies. Dat zou wel leuk zijn. Vergeet niet, wij hebben ook nu de community. Daarin kunnen wij berichtjes plaatsen met fotootjes en linkjes en allerlei andere dingen. Dus dat is echt super gaaf. Daar zijn we heel blij mee. Heel leuk. Ja, want nog niet iedereen heeft het. Dus daar zijn we super trots op. Vergeet niet dat ook voor Paarden YouTubers Live Event de kaarten inmiddels beschikbaar zijn. Ja. Even googlen, Paarden YouTubers Live Event. En dan kom je vanzelf op tickets. Ik zal het ook hieronder in de beschrijving zetten. Volgende week kun je zien hoe mijn eerste springwedstrijd was. Of ik het overleefd heb. Yeah. En, nou, ik ben wel heel benieuwd of ze geen fout parcours springt. Ja, ik denk dat ik eerder navigatie nodig heb dan dat ik eraf val. Ja. Dus bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doeg!